achtergrond. Maar er is nog één huisje langs deze oude gracht wat ik denk dat nog betaalbaar is. En geloof me, daar heb ik een bod op gedaan. En alsjeblieft, als het op Funda komt, nu bieden, hier is Fred. Hier linksboven, aan het verlengde van de trap. Kijk eens wat een schatje. Dat kan ik nog net betalen voor mijn salaris. Het is een klein huisje, gebouwd in 1611. Klein klokgeveltje. En is maar 2,47 meter breed, dames en heren. En als je daar de voor- en achterdeur openzet, is je huis gestofzuigd. Typisch wat voor mij. Ook deze kelders hier, die worden bewoond. En deze kelders, mocht u daar een kelder vrij vinden met een huisnummer, dan bedenkt u zich twee dingen. A, u neemt mee 400.000 tot 600.000 euro. En B, als u 's ochtends opstaat, het eerste wat u doet is het licht aan. Het enige daglicht wat u hebt namelijk is die voordeur. En de rest van die buis heeft geen enkel raam, geen enkel venster, helemaal niks. 400.000 tot 600.000 euro voor zo'n gat in de grond. Je moet het maar willen. Maar oh, wat wonen we mooi in Utrecht. Jongen, jongen, jongen. Goed, dames en heren, we gaan zo meteen deze brug onderdoor. En dan zien we aan de rechterkant zien we de voormalige gebouwen van de brouwerij De Boog. On the wall to the right after the bridge are the former buildings of the De Boog beer brewery. In the Middle Ages, it was one of the many beer breweries along the Oude Gracht. It has now been converted into an apartment complex. Rechts na de brug staan op de werf de voormalige gebouwen van de bierbrouwerij De Boog. In de middeleeuwen was het een van de vele bierbrouwerijen langs de Oude Gracht. Het is inmiddels omgebouwd tot een appartementencomplex. Het is toch wel een mooi stukje Utrecht voor ons, hè? On your left is the Twijnstraat aan de werf. The only place along the Oude Gracht where there are no wharf cellars. Links is de Twijnstraat aan de werf. De enige plaats langs de Oude Gracht waar geen werfkelders zijn.